Zomer in Sleewijk en dat betekent dat heel wat dorp weer uitloopt voor de jaarlijkse zwemvierdaagse. 20 of 10 baantjes zwemmen voor de kinderen, dat is wat hier moet gebeuren. En dan 4 avonden lang. En elke avond en middag is er voor de kinderen van alles te doen in het bruisende zwembad van Sleewijk. Ik duik er zo ook nog eventjes in, maar geniet eventjes mee van de sfeer hier om je heen. Welke tijd heb je neergezet? Ik heb geen idee! Geen idee? Ik zit op de rand van zwembad Buitenskil en het water is... Hoe warm, Elmi? 25 graden. Oh, dat is lekker. Ik zit hier dus met Elmi en met Wilma. Wilma, jij bent van het bestuur van het zwembad. En de hoeveelste keer organiseren jullie deze zwemvierdaagse? Nou, dit is de 42e keer dat de zwemvierdaagse hier in Sleewijk wordt gehouden. Oké, okay, en elk jaar weer een hoop mensen die hun baantjes komen trekken, maar veel meer, hè? Achter ons een soort stormbaan. Ja, is dat een beetje de formule voor jong en oud verschillende onderdelen? Ja, voor jong en oud inderdaad hebben we meestal de laatste week van de zomervakantie kiezen we daarvoor uit. En daar willen we een leuke invulling aan geven. Elke avond activiteiten rondom het bad en op woensdagmiddag met name voor de jeugd extra spelletjes. Gaat dat nou goed zo, de jongeren en de ouderen door elkaar? Ja, dat gaat heel goed. En we hebben als extra zwemmen voor de kinderen die bijna gaan afzwemmen in deze baan met bandjes zwemmen. Dat ze kunnen oefenen voor het afzwemmen, want dat is over 2 weken. Ja, dat gaat uitstekend. Kunnen ze 4-5 avonden extra oefenen. Ja, en naast ons een aantal stewards, stoere mannen, wat doen zij? Dat zijn allemaal vrijwilligers, of van de zwemclub, of die hier al jaren komen zwemmen. En die komen ons gewoon assisteren bij de avonden. Leuk. En dan hebben jullie met elkaar ook gewoon een hele leuke tijd, lijkt me. Zeker, ja. En zonder alle vrijwilligers kan het zwembad ook niet bestaan. Nou, dat is heel goed om te weten. Hoeveel mensen trekken nou hun baantjes deze week? 361. Het zwembad, gaat het nou goed? Want we horen van alles over bezuinigingen toch ook wel. Hoe staat dat er hier nou voor? Nou, op zich staan we er positief voor. We hebben een bad wat gewoon uitstekend presteert. Daar is ook onderzoek naar gedaan. We zijn wel de hele winter in gesprek geweest met de gemeente over de opgelegde bezuinigingen. En dat hebben we, daarin trekken we gezamenlijk op met Werkina. Nou, op Sleewijk is er heel leuk, heel spontaan een vrienden van club opgericht. Die zijn heel actief, die zijn mee gaan denken, die komen met allerlei initiatieven om hier te bezuinigen. En zo te zorgen dat we die bezuinigingen ook kunnen realiseren. En dat betekent dat we wel met maatregelen komen, maar dat we het proberen tot een minimum te beperken. En zoveel mogelijk die vrijwilligers te betrekken. We hebben mensen gehad die hier de bad schoongemaakt hebben. Ja, dat scheelt heel wat mankracht. Ja, want normaal moet dat door betaald personeel gedaan worden. Inderdaad, ja. En die zijn een aantal dagen geweest met een hele club. En die hebben hier met verenigde krachten de bad schoongemaakt. Ja, dat is al een eerste bezuiniging. Ja. En gaat dat volgend jaar weer gebeuren? Nou, daar hopen we wel op. De vriendenkring is actief. Die komen met ideeën, ook op andere terreinen. Ze denken aan onderhoudsklussen. We denken, waar we ook aan moeten denken is, joh, met minder weer toch een keertje eerder sluiten als er geen bezoekers zijn. We bekijken het in de hele breedte, maar die vrijwilligers hebben we keihard nodig. Dus heel leuk dat dat ontstaan is. Ja, nou zeker. En ik heb ook gehoord dat er hier een heuse camping is geweest op het grasveld hier verderop. Ja, dat klopt. Eerste keer, maar gelijk een heel groot succes. Ja. Want je kon hier dan een nachtje slapen? Ja, kinderen konden opgeven, ze konden hier een nachtje slapen. We hadden leuke activiteiten. Tot woensdag konden ze inschrijven. Vrijdags logeren tot zaterdag. We zijn begonnen met een leuke discoavond. Daarna hebben we zelfs een clown en als laatste nog een vuurspuwact. Dus, Okay. Ja. Nou, ontzettend leuk om dat te horen. Met hoeveel man personeel zijn jullie nou actief deze zwemvierdaags? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, want we hebben wisselende diensten. Dus de ene avond werken we met 5 man met zo'n activiteit en dan ook met 5 vrijwilligers. Maar we hebben de ene avond zeg maar wat meer mensen nodig. Dat legt een beetje aan je activiteit, welk spel je organiseert en wat we gaan doen. Ja. En tot slot wil ik heel graag weten wat nou het hoogtepunt was of is, wordt, voor jou persoonlijk van deze zwemvierdaagse.
Sowieso deze woensdagmiddag is altijd heel geslaagd, gewoon heel gezellig. En vrijdagavond het muntjes duiken, dat is bij iedereen wel een succes. Dan trek je je portemonnee en gooi je muntjes in het bad. Ja, dat klopt. Met sponsor als de Rabobank. Oh, kijk, oh, hartstikke leuk. En voor u, wat is het hoogtepunt? Ja, het hoogtepunt. Dat vind ik elke avond wel hoor. Als ik blij en tevreden gezichten zie, het is mooi als je mooi weer hebt. En als je ziet dat er veel aanmeldingen zijn. En een ander punt, als bestuur ben je altijd heel blij als de vrijdagavond af wordt gesloten. En iedereen is veilig van uit het water gekomen. Veiligheid voor alles. En daar heb je ook weer die vrijwilligers voor nodig. En natuurlijk het badpersoneel wat van de week echt keihard werkt. Nou, ik wens jullie beiden nog een hele fijne zwemvierdaagse. Nou, oké, en dan moet ik er zelf ook aan geloven. Een lekkere frisse duik. 25 graden.